Ik heb begrepen dat jullie een reis gaan maken. Kan je er iets meer over vertellen? Ja, dat klopt. Wij gaan aanstaande zondag naar de Noordkaap vertrekken. En wij gaan daar naartoe om een vriescel voor de voedselbank bij elkaar te sparen. En hebben jullie al heel wat sponsoren gevonden? Ja, we hebben veel sponsoren en ik kan je verklappen dat de vriescel er gaat komen. En wanneer gaan jullie vertrekken? We gaan zondagmorgen weg. Vanuit Lichtenvoorde. En dan gaat de reis naar? Dat weten we nog niet. Dat wordt allemaal nog heel spannend. We krijgen elke dag door de coördinaten van het punt waar we 's avonds moeten eindigen. En uiteindelijk is het de bedoeling dat jullie... Naar de Noordkaap gaan. We komen op de Noordkaap terecht. En dan is de reis volbracht? Bijna, want dan moeten we ook nog weer terug. Oh, die moeten jullie ook zelf terugrijden? Ja, nee, dat wordt ook allemaal georganiseerd. Dat gaat ook via coördinaten elke morgen. Dus heen en terug 8000 kilometer. En ik begreep dat er ook opdrachten bij zitten. Klopt dat ook? Er zijn ook opdrachten bij. Elke ochtend is er een soort rebus of een vraag die je moet beantwoorden. En als je het goed hebt, dan krijg je de coördinaten waar je elkaar of halverwege de dag of aan het eind van de dag weer treft. Ik begreep dat er een expeditietocht wordt gehouden voor de voedselbank. En wat betekent dat voor jullie? Dat betekent dat we waarschijnlijk, ik weet het bedrag nog niet precies, maar wel heel veel geld krijgen van diegenen die de expeditie gaan doen. Voor de aanschaf van nieuwe vriesapparatuur. En dan kan de voedselbank weer een hele tijd vooruit, hè? Dan hoop ik dat we weer een hele tijd vooruit kunnen. Want we zitten hier in die mooie oude kerk. Maar qua logistiek moet er een en ander veranderen. En dat betekent dat we dus uitbreiding van de apparatuur nodig hebben. En Katie en Roland Hemmer die hebben al een jaar geleden gezegd van... zullen wij die expeditie naar Noordkaap gaan maken en daar sponsors voor zien te vinden. Nou, en dat is gelukt. Kijk maar naar de bus zometeen. Heel erg mooi. Dus jullie zijn blij met deze opbrengst? Ja, dat zijn bedragen die we niet elke dag... in onze brievenbus vinden. En we zijn heel blij met de opbrengst. En we kunnen daar de plannen die we hebben, kunnen we daarmee uitvoeren. Ik wil nog even een paar mensen noemen. In de eerste plaats natuurlijk jullie tweeën, want het is geweldig dat het initiatief dat jullie genomen hebben. Dat we daar straks onze hele logistieke zaak op kunnen aanpassen. Dat we even uit de zorgen zijn voor diepvries en koeling. Ik wil de vrijwilligers bedanken. Die ook gezorgd hebben dat er sponsoren geworven werden, maar de meesten zijn toch bij jullie weggekomen. Dat zij gezegd. We gaan gewoon die check invullen, Roland. En ik hou hem vast en ik zie hem. Mooi, die dop. Hij begint me af. Hij begint me af. Frank, wil jij dat een film hebben? Ja, klaar. Ja, precies. Ja, die vinden wij ook regelmatig. Kan ik?